Hoi kijkers, wat ik nu ga laten zien zijn een aantal mods die ik gebruik voor een normale singleplayer. Of als ik met mijn vrienden een beetje speel. Dat is de volgende. Even denken, hoe heette deze nou? Dit was de Too Many Items mod. Dan heb je een hele lijst staan van alle items die in Minecraft te vinden zijn. En dan kan je je favorieten neerzetten. Kun je zelf nog een tool maken. Een poosje maken. En gewoon vuurwerk. Als het goed is kan ik er ook eentje kiezen. Oeps. Starship. Make. Dan doe ik deze even weg. Boom. Ja, heel mooi. Oké. Dus, dat is de Too Many Items mod. Dan heb je ook dit allemaal te staan. Verder heb ik de Millionaires mod. De Millionaires. Ik weet niet, ik denk niet dat jullie precies weten wat het is. Ja, wat het eigenlijk precies is, dat is, je hebt bepaalde villages, gewoon villages, niet die, even kijken, niet deze, die niet. Het zijn echt gewoon mandjes zoals wij, tenminste zoals die, weet je wel, zoals de default. Alleen dan heb je Japan, je hebt Noorwegen, je hebt Amerika, zoiets allemaal. En dat zijn allemaal kleine stadjes. En die proberen gewoon echt groot te worden. Want je ziet ook hier. Kijken. Je begint met een aantal questen gewoon. Ja, als je vee doet, dan is geen village dichtbij bij mij. Dat is jammer. Dat is echt jammer. Want dan kon ik het natuurlijk beter laten zien. De M. De Millionaires Help. Dat laat ik niet allemaal nu lezen natuurlijk. Commercie, dat is geld. Hier. En eigenlijk wat je kan doen is dus bij zo'n village kan je toetrekken en dan kan je gewoon de resources geven. Ja, dan kan je ze gewoon bijvoorbeeld steen geven. En dan krijg je een soort evolutie. Dus dan maken ze bijvoorbeeld houten buildings maken ze gewoon van steen. Zoals, ja, gewoon hoe je eigenlijk in Minecraft begint met een dirt huisje. Maken zij dat dan bijvoorbeeld eerst van hout en daarna van steen. Dat is echt gewoon een upgrade voor hen. Dit heb ik eigenlijk allemaal in een forge gedaan. Want dat is het makkelijkst voor om mods in te zetten, gewoon forge. Dat kan je downloaden gewoon, als je Google intikt en dan forge. Welke ik dan heb is de, oei, dat weet ik even niet. Wat ik ook heb is gewoon voor de grap, is Lucky Block. Dan heb je gewoon Lucky Block, heb je Very Lucky Block en je hebt een Lucky Block. Wat ik kan doen is, dus zet ik er 3 daarvan die neer en 3 van Very Lucky Block hier en gewoon een Lucky Block zet ik hier neer. Gewoon een Lucky Block, Very Lucky en een Lucky. Dan zet ik mijn Game Mode naar 0. Dan gaan we eens kijken wat we krijgen. Een lucky block. Oh jee. Oh! Ja, precies. Dat is dus een lucky. Dan doen we de. Oh, hier. Very lucky block. Oké. Dus dan krijgen we nu een diamond. Dan doen we er nog eentje op. Kijken wat we doen. Oké, dan krijgen we allemaal potions.
tools, enchantment table en allemaal horses. Sorry. En dan doen we nu de normale open. Wat gaan we krijgen? Oei. We gaan een end portal maken. Ja, dat kan niet met vier stuks, helaas. Hey, hetzelfde. In ieder geval met de gewone lucky block. Dan is de kans 0 dat je iets krijgt. Tenminste, iets goeds of iets slechts. En met de unlucky, very unlucky block, dan is het gewoon... wat was het? Ja, min 80 is het met unlucky block. En met very lucky block is het ook... Dan is het gewoon plus 80 dat je kan krijgen dat het gewoon very lucky is. Nou, dat zijn... Als het goed is, wel een beetje de mods die ik gebruik. Wat ik ook gebruik is, kijk, ik weet niet of ik dat hier kan laten zien. Ik denk het wel. Even kijken. Wooden pickaxe. Doe ik er 2. 3. Kijk, zo. En dan doe ik even, ga ik hakken. Want weet je wat het nou is? Deze mod, dat is echt heel handig als jij vaak aan het mijnen bent of bomen aan het hakken. Dat is gewoon, ja. Je hebt altijd gewoon, altijd extra mee. En wat deze mod dus doet, dat is dus je stukkende, ja, die stukken pickaxe of, ja, bijl. Deze gewoon vervangen. Vervangen gewoon van, ja, gewoon weer een nieuwe in de plaats zetten. Dus dat is echt gewoon super handig. Dan hoef je niet meer eerst in je inventory, dan die weer daar nou zo neerzetten. Nee, het is gewoon, hij vervangt hem. Ja, wie wil dat nou niet? Maar eigenlijk wil ik eigenlijk graag dat hij wel even stuk gaat, want, ja. Dat zou wel mooi zijn als dat lukt. Ik denk dat ik dat voor de video moet doen. Maar hij is bijna stuk. Hij heeft denk ik nog 2 tikjes nodig. 1. Kijk, bam, een nieuwe. Gelijk een nieuwe. Dan zie ik dat ik er nog maar 2 heb. Dus. Ja, ja. Game mode 1. Zo. Oh, ik hakte gewoon diamond in één keer weg. Nou, dus dat waren de mods die ik gebruik. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot ziens, later!